Oké, welkom terug. In deze video gaan we een foto bewerken met een techniek die doordrukken en tegenhouden gedoopt is. In het Engels dodge and burn. Het is een techniek die eigenlijk ontstaan is in de analoge fotografie, waarbij dat je met een projector werkte waar dat je negatief in plaatste, dat dan het geprojecteerd werd op je foto, op je uiteindelijke fotopapier, wat dan op die manier belicht werd en ontwikkeld. Nu, tijdens dat belichten kon je eigenlijk, dus dat is in een donkere kamer dat dat gebeurde, en dan kon je met je handen of met een stukje papier bepaalde delen van je foto gaan afdekken of juist meer licht doorlaten op bepaalde stukken. Vandaar de naam ook tegenhouden en doordrukken. Dus doordrukken is het extra licht geven aan een bepaald deel van je foto en het tegenhouden is licht wegnemen van een bepaald deel van de foto. Nu, in de digitale fotografie zijn er veel van die technieken die nog altijd terug te vinden zijn uit de analoge fotografie. En een daarvan is dus die dodge and burn tool die je nog altijd in Photoshop en in Lightroom, software voor het bewerken van digitale foto's op computers, nog altijd in die apps zit er een tool waarvoor dat eigenlijk, met die naam eigenlijk, en die dat juist datzelfde doet, maar dan in digitale vorm natuurlijk. Nu, we gaan nog een kleine stap verder nemen, maar we gaan die bewerking doen op onze telefoon. En eigenlijk het enige waar, dus we kunnen dat perfect doen op de telefoon. Het enige waar je moet op letten als je foto's bewerkt op een telefoon, is dat je scherpte niet echt goed kunt beoordelen op een foto op een telefoon. Juist omdat dat scherm van die telefoon eigenlijk te klein is om de scherpte echt goed te gaan zien. Nu, ik heb hier, ik zal Snapseed gebruiken voor het demonstreren van die bewerking. Maar ik weet dat je in bijvoorbeeld Lightroom, wat ook beschikbaar is voor de telefoon, daar kun je dat ook gaan uitvoeren. En daar heb je zelf meer opties dan wat ik nu zal laten zien, want in Snapseed is het vrij beperkt. In Lightroom kun je ook een volledige zone gaan bewerken. Je kunt de grootte van de spot enzovoort aanpassen. Je kan veel meer instellen bij Lightroom, maar ik denk eerlijk gezegd dat in Lightroom dat die optie pas beschikbaar is een keer dat je in de gratis app aangemeld zit. Dus de app is wel gratis, maar bepaalde functies zijn volgens mij afgeschermd, tenzij dat je een Adobe betalende account hebt. Maar we gaan dus Snapseed gebruiken waar dat dan allemaal gratis is. En we gaan eigenlijk, als je de foto hier opent en je gaat naar, dus dat is gewoon mijn galerij, dan gaan we naar bewerken in Snapseed. Dan krijg je hier al de foto te zien. En onderaan heb je dan zo typisch die Instagram filters. We gaan eigenlijk, ja, belangrijk, dus ik ga die foto hier nu, ik heb die gisteren gemaakt, maar ik ga die op mijn Instagram account delen van mijn dochter. En daar heb ik als thema enkel zwart-wit foto's. Dus ik zal eigenlijk als eerste stap naar de tools gaan en dan naar zwart-wit omzetten. En daarbij heb je dan een aantal mogelijkheden. Contrast, helder, donker. En meestal neem ik of helder of contrast. Als ik voor contrast ga, dan plaats ik het geheel nog iets helderder, want vaak is dat contrast net iets te donker. Maar eigenlijk, hoe het algemeen werkt in Snapseed voor het bewerken of het toepassen van filters en zo, als je naar boven en naar beneden scrolt, dan kun je hetgeen je wilt aanpassen wijzigen. En als je dan links en rechts gaat, kun je die selectie gaan aanpassen zelf. Dus ik heb nu helderheid aangepast. Dan op oké. Dan hebben we al onze zwart-wit foto. En op zich denk ik, die foto ziet er redelijk goed uit, zoals die hier nu staat. Dus ik heb mijn dochter die op haar potje zit. Het licht komt van door dat raam hier van achter erdoor. Trekt u wel in de... Allee, maakt een mooi contrast tussen de dochter en de omgeving. Ook het feit dat zij scherp is en de omgeving onscherp. Dat lijkt allemaal goed te zitten. Een klein foutje is dat er hier zo een wit, denk haar pyjama broek of zo. Hier ligt iets te veel in beeld. Maar goed, dat kan ik nu niet wegnemen. Daar ga ik ook geen tijd in steken om dat in Photoshop te gaan bewerken. Maar eigenlijk wat mij wel nog echt stoort aan die foto is dat zij is duidelijk. Dus ze zit op haar potje, maar ze is duidelijk met iets bezig. En je ziet eigenlijk, hetgeen dat ze mee bezig is, dat treintje dat hier staat, dat zie je eigenlijk heel moeilijk op die foto, omdat dat juist zo donker belicht is. Dat is vrij... Eigenlijk is dat onderbelicht, dat stuk van de foto. Ja, en dat is puur... Ik denk dat dat komt omdat het licht komt aan de ene kant van hier en van daar. En dat werpt dus een schaduw op die trein, denk ik. En dat de oorzaak is. Maar dus dat is een perfect foto om die dodge and burn techniek te laten zien. En ja, het feit dat ik het in zwart-wit laat zien, is eigenlijk ook extra gemakkelijk, omdat je dan uw moeilijkheid naar beneden haalt. Want als je die foto in kleur gaat bewerken,
moet niet, dus bij zwart-wit moet je je scherpte goed hebben, compositie goed, de belichting, contrast. Maar bij kleurfotografie komt er nog eens bij dat de kleur nog goed moet zitten, dat je witbalans ook correct moet zijn. Ja, je hebt tal van extra opties, gewoon door in kleur te gaan werken. Dus dat was de kleurfoto. En gewoon naar zwart-wit gaan vereenvoudigt onze bewerking al. Als we dan in Tools hier die selectief selecteren, dan kunnen we een puntje zetten en we zetten dat hier op ons treintje. En dan kunnen we opnieuw met diezelfde naar boven of beneden scrollen, wijzigt eigenlijk hetgeen dat je gaat aanpassen. De structuur, de verzadiging, ja, dat moeten we hier niet aanpassen. We zitten met zwart-wit. Contrast of de helderheid. Wij willen natuurlijk die helderheid van dat treintje verhogen. Dus dan houden we de waarde ook. En ik zie dat ik hier zelf volledig naar 100% kan gaan. En als je dan bekijkt hier, dit was de foto voordien. Dus ze is bezig met iets, maar je ziet niet goed waar dat ze mee bezig is. En door daar meer licht toe te laten, dus dat deel van de foto helderder te maken, met de Dodge en Burn tool krijgen we dit resultaat, waarbij dat je heel duidelijk kunt zien dat daar een treintje staat. Dus dan heb je ook mooi in beeld wat dat zij kan doen is. En dan maakt deze foto, dus even bevestigen, dat maakt dat deze foto een pak beter is op deze manier. Dus eigenlijk met heel eenvoudige bewerkingen kun je van goede foto's nog betere foto's maken. Dat is eigenlijk belangrijk, of het punt dat ik hier wil meegeven. En dan vooral ook dat we in dit geval een heel specifieke tool hebben toegepast. Namelijk doordrukken of tegenhouden de Dodge of Burn tool. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.